Suriname bevindt zich in de top 10 landen met een kwetsbare kust. Dit zei ad interim minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Stephen McAndrew, afgelopen donderdag bij de lancering van de derde rapportage onder het Klimaatverdrag, ook wel de Third National Communication. De bewindsman benadrukt dat hiermee duidelijk moet worden hoe kwetsbaar Suriname is voor de effecten van klimaatverandering. Het is belangrijk dat we beseffen wat de ernst is van deze klimaatproblematiek voor het voortbestaan van de mensheid in het algemeen, maar ook voor Suriname in het bijzonder. We zijn van mening, en dat hebben we ook kenbaar gemaakt, nationaal, internationaal, dat dit probleem serieus aangepakt moet worden. McAndrew laat weten dat de overheid bezig is mogelijkheden te bekijken voor een nationaal klimaatakkoord. De input van elke Surinamer zal van groot belang zijn, omdat een dergelijk klimaatakkoord gedragen zal moeten worden door elke Surinamer.